De supermarkten moeten toch ook gevuld blijven. Ja, dat zijn onze leerlingen die die vakken vullen. Hè? Dus het is niet meer houdbaar op deze manier. Op het Vossius Gymnasium in Amsterdam namen ze maandag een drastisch besluit. Ruim 400 leerlingen werden daar naar huis gestuurd om aan de huidige quarantaineregels te voldoen. Dat vind ik heel erg, echt zwaar besluit. We willen open zijn als school. Hè. We hebben ons heel hard gemaakt om na de kerstvakantie gewoon fysiek open te kunnen. Maar nu zitten we bijna in de situatie dat de scholen open zijn, maar de leerlingen thuis. Ja, het lijkt er inderdaad op dat we nu een beetje klem komen te zitten. Er is nu ook niet een maatregel waarvan je zegt het wordt minder. Helaas niet. En dat levert wel problemen op, overal. En ze hebben al zo'n lange periode achter de rug van dan weer wel naar school, dan weer niet naar school, dan weer in de helft van de klas naar school, dan weer een stukje thuis, dan weer een stukje het beroemde hybride onderwijs. Het is allemaal niet goed. Het moet echt wel eigenlijk afgelopen zijn hiermee, vind ik. En het Vossius is geen uitzondering. Voor onderwijsinstellingen in Nederland wordt het steeds ingewikkelder om enigszins te functioneren met de huidige quarantaineregels. Het dringende verzoek aan de regering is dan ook om die regels aan te passen. Ja, we zitten nu natuurlijk in de hele discussie met de quarantainemaatregelen, of het nu op scholen is of daarbuiten. Nu is voor scholen 3 leerlingen besmet, dan gaat de hele klas naar huis. Je kunt het natuurlijk verruimen naar 4 of 5. Maar het gaat nu zo snel dat het waarschijnlijk maar een verschil maakt van 1 dag. Dus dat denk ik, zet niet zoveel zoden aan de dijk. Als ik het mag zeggen, dan zou het zo zijn dat kinderen met klachten of met een positieve test, dat kan een zelftest of een PCR-test zijn, die blijven thuis en de rest komt gewoon naar school. Of de quarantaineregels daadwerkelijk verruimd gaan worden, wordt dinsdag duidelijk als Rutte en Kuipers mogelijke versoepelingen gaan aankondigen tijdens de persconferentie. Het laatste wat Rutte over de scholen zei, was dit. Zo heftig nu met deze quarantaineregels dat inderdaad heel veel klassen thuis zitten. Vandaar ook dat we echt denken dat daar een aanpassing moet komen. Maar daar moet je dan wel heel goed ook wetenschappelijk op laten adviseren. Het aantal besmettingen loopt gigantisch op en dat heeft tot gevolg dat een paar heftige maanden krijgen en dan moeten we toch doorheen. En dan kun je de quarantainemaatregelen wel iets verruimen. Maar die Omicron variant is zo besmettelijk, dat zal niet echt veel zoden aan de dijk zetten. Dit is onhoudbaar. Je ziet het trouwens ook in de maatschappij. Hè? Ik bedoel, er zijn dorpen waar geen brandweer meer is. Dat is ook onhoudbaar. En de supermarkten moeten toch ook gevuld blijven. Ja, dat zijn onze leerlingen die vakken vullen. Hè? Dus het is niet meer houdbaar op deze manier.